Welkom beste luisteraars, beste kijkers bij een nieuwe aflevering van het Mindsetters YouTube kanaal. Vandaag wel een hele persoonlijke video, want we gaan het vandaag hebben over persoonlijkheidstypes. Ja. En er heel veel, komen heel veel in diverse soorten en maten, hetgeen wat iets zegt over jou als persoon. Er zijn verschillende tests voor, Jur. Ja, en ik heb het geluk gehad dat ik er echt, ik heb de stapel meegenomen en het zijn ze nog niet eens, het is allemaal. Daar ontzettend veel heb gedaan. En van een disc, een TMA, een insights, een Big Five, een ACT-analyse, een MBTA. Je kunt zo gek niet bedenken of ik heb het wel gedaan. En waarom bijna eigenlijk? Verslaving bijna. Ja, eigenlijk wel. Hè? Maar veel... Dan zal het je wel wat gebracht hebben. Ja, best wel. Best wel. Een betere kijk in ieder geval op mezelf. En dat is ook wat ze allemaal laten zien. Hè? Op basis van een vragenlijst. Wordt in veel testen, komen je drijfveren naar voren. Hè? Wat vind jij nou belangrijk? Hoe reageer je op situaties wanneer je comfortabel bent, maar ook soms in de situaties als je onder druk komt te staan. Hè? Dus het zegt iets over je persoonlijkheid en vaak leidt dat tot een ofwel een kleurenprofiel wat bij Insights Discovery bijvoorbeeld naar voren komt. Ben je dan een rood persoon of een blauwe persoon of een bepaald persoonlijkheidstype. Ze werken dan met DISC met een aantal letters die daarin naar voren komen. Je hebt de MBTI die uitgaat van een viertal kwadranten in ieder geval waar je op kunt scoren en leidt tot 16 persoonlijkheidstypes. Heeft me veel gebracht. Maar als ik dan hoor, ik hoor 16, 4 vergelijkbare dingen. Als je ze nou allemaal op een rij zet, zie je dan toch wel, zie je dan een duidelijke overlap? Ze veel hetzelfde zeggen en op hetzelfde neerkomen. Of zie je van, die ene vertelt eigenlijk iets heel anders als die ander. Ja, je ziet het wel, hè, in ieder geval in je persoonlijkheid. Het is wel, op welk moment vul je hem in? Ik heb er tests bij zitten, die heb ik in 2008 ingevuld. En testen die heb ik in 2024 ingevuld. En daar zie je wel een verandering natuurlijk, ook hoe je naar de wereld kijkt. Maar in basis kijk je vaak hetzelfde nog naar de situatie zoals je in het verleden ook keek. Ja. Dus aan je persoonlijkheid verandert niet zoveel. Het is wel ook in welke context heb je die test gemaakt. Ging het voor een sollicitatie? Dan ga je op een andere manier, zit je soms in een test, dus dat het meer in een privé situatie jezelf spiegelt. Maar wat heeft het je nou gebracht? Dan ben ik wel benieuwd, want je hebt het wel vaak gedaan. Ik denk dan, je zal het geen een tweede keer, dat kan nog wel eens, maar je zal het geen vijfde keer doen als je de eerste vier al niet tevreden was, zeg maar. Nee. Dus wat heeft het je tot nu toe gebracht? Ja. Deze testen en ook door de verschillende fases van je carrière of leven eigenlijk heen? Ja, het heeft me inzicht gegeven, mijn eigen drijfveren veelal. Dus wat vind ik nou prettig? Hoe wil ik aangesproken worden? Of hoe spreek ik anderen bijvoorbeeld aan? En om dat soort zaken van jezelf te zien, van hoe je in situaties reageert, dus dat je gedrag kunt analyseren en ook weet van daarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. En dat heeft me in ieder geval een stukje acceptatie vanuit mezelf te laten zien. Maar ook vanuit die drijfveren kun je ook zien, is hetgene wat ik ben aan het doen, past dat dan ook bij mij? Dus een stukje, als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dan leidt dat eerder tot succes als dat je iets bent aan het doen wat eigenlijk niet bij je past. Dus ook in het kiezen voor mijn eigen richting. Ik heb daar een aantal keuzes in gemaakt de afgelopen jaren bijvoorbeeld. Voor mezelf heb ik een aantal van die testen gedaan, hebben me inzicht gegeven. En die hebben ook heeft ook aanleiding geweest om een aantal keuzes te maken in mijn carrière. Die op dat moment voor mij beter waren. Omdat het veel dichter aansloot bij mijn drijfveer en hoe ik naar de wereld keek. Ja, dat herken ik ook wel. Ook het stukje acceptatie wat je zegt. We hebben verschillende testen gedaan. Nou, misschien nog niet zoveel als jou, maar verschillende testen op een beetje een soort van cognitief niveau. Hè? Dus je moet een test invullen. Als ook wel soms wat misschien wel spirituele bijna dingen. Ja. Waar we een andere video over hebben gehad, bijvoorbeeld human design of numerologie. En dan vind ik het toch altijd frappant, ook al ben ik een vrij rationele denker, dat zowel bij al deze testen, die soms ook een beetje vaag zijn, en bij numerologie en bij human design, dat je het leest en dat je denkt, dit ben ik, dit kan niet, dit ben ik. Ja. En dan lees ik vervolgens die van mijn buurman, mijn collega, mijn broer, die hem ook heeft ingevuld. En dan denk ik, dit ben ik helemaal niet, maar dit is wel precies mijn broer. Ja. Ook al ben je het dan misschien zelf niet helemaal over eens altijd, van dat je toch ziet van, en dat is zo frappant, dat geeft je zoveel inzicht, vind ik zelf. Voor één inderdaad het stukje acceptatie. Maar ook je sterke en je zwakte punten. Waarbij ik in ieder geval voor mezelf eruit heb genomen en heb geleerd van,
Oké, het is soms oké als je bepaalde zwaktepunten hebt waar je misschien in het verleden heel veel mee zat en heel veel op gehamerd werd door andere leraren, werkgevers, ouders, hè, dat je je zwaktepunten moest verbeteren. Maar dat eigenlijk in zo'n test juist naar voren komt van waarom zou ik me focussen op die zwaktepunten die mij als persoonlijkheid, persoon niet liggen, in plaats van dat ik een aantal hele mooie eigenschappen en kwaliteiten heb, waar ik ook nog eens heel veel energie van krijg, die als ik die meer uitbuit of ja, me daar meer in investeer, ja, eigenlijk veel meer resultaten behalen valt op de breedste zin van het woord. Ja. En dat vind ik persoonlijk zo prachtig aan deze test, om dat inzicht te krijgen. Ja, eentje daarvan die ik eerder heb gedaan, ook in een zakelijke omgeving, is bijvoorbeeld een thema, een analyse. Dit kijk ook naar de talenten en drijfveren van de personen. En hoe kun je nou je team gaan organiseren op basis van talenten en drijfveren? En dat is veel... veel krachtiger, ook voor de mensen die daar in dat team zitten, ook om te zien van nou, dit is wat mij typeert en hoe kan ik dit gaan inzetten in mijn werk, in plaats van dat je een aantal ontwikkelpunten hebt waar je in je zou moeten bijschaven. Ja. Dus mensen inzetten op hun talenten en drijfveren is een veel prettiger manier om ook met je team en teamontwikkeling aan de slag te gaan. Ja. Ook kijkend naar teamontwikkeling kun je een aantal testen gebruiken om te kijken van nou, wat heeft mijn team nodig? Als jij een team hebt en even een bruggetje naar bijvoorbeeld insights. Dat werkt met een aantal kleuren. En veel mensen die dat wel eens gehoord hebben, heb je bijvoorbeeld blauwe personen. Als je in een sterk analytische functie hebt, dan wordt daar vaak een blauw persoon voor gezocht. Maar als jij in een ruimte zit met alleen maar blauwe personen en niemand hebt die wat rood is bijvoorbeeld, die keuzes maakt, die leidt, dan blijft het veel bij analyseren, bij uitkomsten. Dus hoe kun je je team gaan versterken door bepaalde persoonlijkheidstypes daar aan toe te voegen. Ja. Dat en misschien een stap daarvoor is eigenlijk nog wel de bewustwording. Ja. Los van dat er wat van te zeggen is, ja, het is een blauw team, moeten er rode mensen bij, is er genoeg groen, is er genoeg geel, noem maar op. We kunnen het team wel proberen te veranderen. Maar ik denk dat nodig is. Ik denk dat een ideaal team verschillende eigenschappen in zich heeft. Ja. Het is niet voor niet dat iemand de manager is, iemand de touw trekt, iemand anders juist op de details let. Maar ik denk dat het zelfs al begint, dat als je vanuit een team zoiets doet, dat je gewoon de confrontatie van het feit van, hey, waar staat het team? Hey, wow, dat wisten we helemaal niet, maar hey, we komen zelf als team tot de conclusie, hey, we zijn eigenlijk veel te blauw. Ja. En waar is eigenlijk het rood in ons team? Precies. En ik denk die confrontatie, los van hoe je het vervolgens gaat oplossen, dat inzicht, dat gewoon zo mooi is aan dit soort testen. En dat ook zo als werkgever of als manager zo interessant kan zijn om je team eens op deze manier in kaart te brengen. Ja. Ja, ik vind het echt een prachtige manier, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het heel veel nadelen heeft. Jor, je hebt er wat meer gedaan, ook als vanuit het bedrijfsleven wat meer ervaring in. Wat zijn eigenlijk de nadelen van dit soort testen? Ja. Je kunt te maken hebben met een confirmation bias. Hè? Omdat de test het zo is dat je gaat aannemen, of van jezelf of je leidinggevende, dit is Jantje en hij is nou eenmaal zo. Ik denk dat er altijd verandering mogelijk is. Niet zozeer rondom je drijfveren of je stukje kernwaarde, maar wel in de dingen die je wel of niet zou kunnen. Of waar je functioneel een ander profiel kunt laten zien van jezelf. Vaak kan dat leiden als zo'n confirmation bias optreedt. Iemand krijgt die rol niet omdat hij blauw is, bij wijze van spreken. En dat kan wel een nadeel zijn. Waarin je steeds meer dan in vakjes gaat denken van dat is die persoon en die is zo. Ja. Die testen laten ook wel eens voorzien. Je hebt een voorkeurshouding, maar ook een houding waarin je prima kan functioneren in een bepaalde situatie. En dat stukje menselijkheid en flexibiliteit of het veerkracht die iemand kan laten zien, zijn dingen die je niet direct hierin terugziet. Ja. Daarnaast kan het zijn, een ander nadeel, als jij dit invult voor een functie die je wilt hebben, dus binnen een sollicitatie en je stelt jezelf voor in die functie, hoe zou ik dan doen? Dan ga je hem op een andere manier invullen als dat je hem voor je persoonlijk doet. En dus dat is ook wel een aandachtspunt. Vul hem altijd vanuit je overtuiging in. Dat kan wel zakelijk of privé zijn. En niet zozeer laten afhangen van de rol die je misschien ambieert en hoe je daarin gezien wilt worden. Maar hoe je jezelf echt ziet. Samenvattend, nogmaals, er zijn honderden van dit soort testen.
Ik heb er zelf tientallen gedaan. Jury heeft er misschien nog wel een veelvoud van gedaan. Maar eigenlijk is nog nooit iets negatiefs uitgebleken. Het geeft een stukje zelfreflectie op jezelf. Het geeft stop tot nadenken. Uiteraard zijn ze niet waterdicht en neemt sommige dingen met een korreltje zout. Maar ik zou eigenlijk iedereen, alle luisteraars, alle kijkers adviseren. Doe eens nou eens zo'n test. En niet om de test te doen. Vul hem nou eens naar 100% eerlijkheid in. En reflecteer er eens op. He, dat maakt mogelijkheid tot acceptatie van je eigen skills en mogelijkheden beter. Maar reflecteer er ook op van, hey, waar wil ik wel en waar wil ik geen energie in stoppen? En heb ik een realistische verwachting van mezelf, wie ik als persoon wil zijn, op basis van hoe ik nou eenmaal ben? Ik zie dat daar ook vaak fout gaat, dat mensen graag iets willen zijn, maar als jij een extreem introvert, geel persoon bent en maar principieel zegt nee, want van iedereen moet ik gaan ondernemen. Niet zeggen dat gele mensen niet kunnen ondernemen, helemaal niet. He, maar ja, als je wat risico-avers bent, dan kijken hoe je binnen jouw kaders alsnog tot dat doel kan komen. Maar ga niet principieel doelen stellen die niet in lijn zijn met jouw persoonlijkheid of energie. Vond je het nou een leuke video? Wil je hier meer van weten? Check de beschrijving, de artikelen die we hierover hebben geschreven. Abonneer je op ons kanaal en we zien je graag terug in de volgende YouTube-video van Mindsetters. Tot volgende week. Ciao.